Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik ben er weer, Zeepie! In de vorige aflevering hebben we heel veel geleuten moeten aanhoren van Zelda die ons gewoon alles toevertrouwt en dus zeg maar ons een verhaaltje heeft verteld waardoor dat we dus zeg maar 3 spiritwolstones moeten verzamelen. En in deze aflevering gaan we een beetje beginnen in Kakariko Village met sidequesting. Want zoals elke Zelda game heeft er echt een enorm veel sidequesting te doen. Voordat ik ga beginnen, ik heb in de reacties best wel veel requests gehad of ik, omdat ik de Legend of Zelda, Zelda's Lullaby, zeg maar had, na via uw klep, had ingefloten op de Ocarina, of ik dat ook bij de andere nummers wil doen. Nou, ik wil heel veel voor de kijkers doen, dat wil ik zeker, dus ik wil het zeker ook proberen. Ik heb een beetje geoefend, dus ik ben er een beetje beter mee geworden. Nou wil ik wel zeggen, sommige nummers zijn enorm hard om die te doen, want het is niet makkelijk om op een ocarina te spelen. Ik heb mensen gezien die doen onmogelijke dingen erbij. Ik ben er geen pro in, maar ik wil het zeker proberen. En om eventjes een beetje mijn improvement skills te laten horen. Zoals jullie horen ben ik een beetje duidelijker nou met de ocarina en klinken ze wat minder vals. Maar ja, we hebben heel veel liedjes die we moeten leren. En ik doe alleen maar de eerste tonen zoals dat Link eigenlijk dus, zeg maar, of in dit geval Zeepie hoeft te doen. En de reden daarvoor is gewoon heel erg simpel. Omdat A, die tonen zijn niet makkelijk om te doen. En om een heel deuntje te doen, dat is al helemaal niet makkelijk. En nogmaals, ik ben er niet echt een pro in. Maar goed, hier zitten we dus zeg maar bij Kakariko Village. En de eerste quest die we gaan doen is de legendarische Kukko quest. Je wil met dit mutsje bij je praten. What should I do? My cuckoos have flown away. You, little boy, please, please help me bring them back to the span. Dus we moeten de cuckoos die mevrouwtje kwijt is geraakt, moeten we dus zeg maar hierin gaan gooien. Dit is zeker een quest die je eventjes wilt doen. Hier wil je even wel de tijd voor maken. Aangezien dat je er best wel een handig item voor krijgt. Dus, zonder enig op onthoud gaan we heel eventjes aan de cuckoos beginnen. Maar goed, even dus over de ocarina gebeuren. Ik ga het proberen. Mijn excuses alvast vanaf dit moment. Mocht het heel erg fout klinken. Mocht er even een knip komen omdat ik dan toch heel eventjes een nummer niet had voorbereid. En dat ik die toch heel eventjes moet testen. Dan ga ik natuurlijk niet op camera doen. Want dat is gewoon namelijk echt, dan hoor je mij alleen maar bla 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 bla. Dus dat wil je gewoon niet. Maar goed, we moeten cuckoos gaan verzamelen. Nou, volgens mij uit mijn hoofd waren het er 7 of 8. Dus die moeten we allemaal verzamelen. En de eerste, ja, die pak ik altijd gewoon zeg maar vanaf die plek af. Dat is wel het makkelijkste. En die kun je dan gewoon zeg maar zo hierin gooien. En dan heb je nergens meer om te kijken. Hier loopt er ook toevallig eentje. Nou, en op het moment dat je ze allemaal hebt, je moet er wel mee uitkijken dat je dus zeg maar niet door deuren heen gaat lopen. Want dan reset de buitenkant zich weer. En dan zijn alle cuckoos weer vrij aan het rondlopen. En dat willen we dus niet. Nou, deze cucko die kan een beetje lastig zijn. Wat we met deze cuckoo moeten doen is, die moeten wij eigenlijk eventjes schieten met een zaadje. En dan valt die... Oh, nee. Het is een hele mooie brief van Zelda, waar we nou niks aan hebben. Maar dan loopt hij dus zeg maar van die ledge af, waardoor dat je hem veel makkelijker kan pakken. En dat is dus een hele makkelijke manier om deze cuckoo ook gelijk mee te nemen. Cuckoo! Oké, dus... Sorry daarvoor, dat was niet nodig geweest, maar ik deed het lekker toch. Oké, nou, dus nu hebben we er al 3. Nou hebben we nog een tricky cuckoo. Die staat daar zeg maar achter, achter de fence. En de enigste manier om die te pakken, als ik me niet vergis, zit er hier... Huh? Die zat er toch ook nog ergens eentje? Of heb ik die ook al gepakt? Dus pak ik gewoon even een andere cuckoo. Ik pak even een andere cuckoo. Waarschijnlijk heb ik die een al gepakt, maakt niet uit. Zoals ik al zei, het is heel makkelijk om deze, zeg maar... deze is best wel lastig om te doen. Dus wat je moet doen is, je wil eventjes deze barrel. Want er zit ook een cuckoo in verborgen. Je moet het maar weten. Ja, echt serieus. Deze die moet je maar weten. Nou, het grappige is, als je dus zeg maar langs die cuckoo dinges... Of langs die box heen gaat, krijg je die groene pijl. En dan echt zo van, er komen geluiden uit dit of zo. Volgens mij zegt Navi dat. Weet ik niet zeker. Maar goed, deze cuckoo willen we niet gelijk terugbrengen. Deze cuckoo, die willen wij... Hoe vaak heb ik nog cuckoo gezegd in deze aflevering? Iemand die dat aan het tellen is, serieus, heb je niks beters te doen. Geniet van de aflevering, ontspan jezelf. Je hebt al hard genoeg gewerkt. Dus doe lekker chillax. Nee, maar de... Ja, deze cuckoo, die willen we dus zeg maar heel eventjes meenemen hier naar boven toe. En die willen wij dus zeg maar hier bovenop gooien. En wat we willen doen is... We willen deze dus zeg maar heel voorzichtig... Ik wil hier niet afspringen eigenlijk en ik wil omdraaien. Die wil je dus zeg maar hier naartoe gooien. Die blijft daar dan staan. En dan willen we deze cuckoo, die willen we hier ook even over het hek heen gooien.
doen we dat niet, dan krijgen we dus zeg maar een probleem. Kijk wel uit voor dit gat hier in de weg. Dat is dus zeg maar voor, volgens mij kun je daar roepies halen of zo. Niet echt een interessant cave die daar zit. Dus, maar goed, deze die willen we dus ook naar de overkant gooien. Dus dan hebben we daar nou twee kuko's. En dan willen we hier boven de ladder op. Dit is echt een van de kuko's die je het meeste kan missen. En ik blijf maar bij mijn gezegde, dit moet je maar weten. Dus ik heb heel lang met deze quest gezeten. Ik dacht echt bij mij, hoe moet ik dit gaan doen? Maar dit is de manier waarop ik het altijd doe, dus ja. Wat je wil doen is, je loopt hier gewoon het heuveltje af. En dan spring je hier vanaf. Gewoon zo. En dan kunnen we dus deze drie kuko's ook daar plaatsen. Waardoor dat we al een totaal van 6 hebben. Ik zei 6. Ja, je staat te stuiteren, je staat aan de verkeerde kant van het hek. Nou, dan gaan we dus zeg maar naar die plek waar dat we die andere twee kuko's hebben gegooid. Ik heb wel eens een keer het probleem gehad dat ik per ongeluk de kuko in de put heb gegooid. En dan moet je dus weer helemaal overnieuw beginnen en dat wil je gewoon niet. Dat is best wel vervelend. Even kijken hoor, zit die andere daar nog? Ja, die andere die zit daar. Mooi. Volgens mij waren het er echt 7, want ik heb er nou 4 daarin zitten. 2 heb ik er nou nog hier, dus dat is 6. En ik weet dat er nog eentje helemaal achterin bij de shop zit. Dus op zich zitten wij goed op schema. Dus dit is eigenlijk best wel goed aan het lopen. Daar ben ik best wel blij om. Dus, nou had ik ook zeker maar een vraag gekregen of ik de afleveringen langer zou willen maken. Rond de 20 minuten of zo. Het probleem is, ik hou de afleveringen zoals ik al zei tussen 15 à 20 minuten. Omdat sowieso dit is een spel uit 1998. En zou ik afleveringen veel te lang gaan maken, dan wordt dit een hele korte serie. En dat zou natuurlijk jammer zijn. En op zich zijn de video's best wel lang genoeg. Ik zelf uit persoonlijk, ik kijk ook YouTube-video's. Ik maak YouTube-video's, maar ik kijk zelf ook YouTube-video's. En ik kijk liever naar video's die 15 à 20 minuten zijn, als video's die half uur of langer zijn. Want dan ja, denk ik bij mij van ja, dan zou ik of in één keer een pauze moeten nemen tijdens de aflevering om daar weer naartoe te klikken. Dus kijk, als er een keer een aflevering tussen zit die langer is, ja, dan is dat niet zo'n probleem. Ik bedoel, maar ja, als het echt gewoon een standaard zou zijn, ik zou dat zelf niet meer prettig vinden om zo'n lange aflevering te moeten kijken. Bij sommige spellen is het nodig, bij sommige spellen weer niet. Ik bedoel, bij andere spellen kan de tijd behoorlijk vliegen, maar bij dit spel heb ik zoiets van, het is een interessant spel, alsjeblieft niet, maar ik bedoel, je moet wel de progressen goed kunnen verdelen in de afleveringen. Nou, volgens mij heb ik al je kuikens. Thank you for finding my cuckoos. I have all allergies, so I get goosebumps when I touch them. Waarom heb je dan, maakt niet uit. For helping me, I give this to you. It's fine glass, and it should be useful. Please take good care of it. Nou, het is ondertussen een beetje traditie dat je dus zeg maar een kuikenspel moet doen voor een empty bottle. Maar zoals ik al zei, empty bottles zijn enorm handig. Echt enorm handig. Super handig. Geweldig gewoon. Oké, nou, wat we willen doen nu is even kijken. Wat kunnen we nou het beste gaan doen? Ik denk dat we eventjes die brief kunnen doen en tot we daarna eventjes gaan kijken of we het donker kunnen maken. Want er is heel veel stuff die we dus zeg maar hier 's avonds willen doen. Maar wat dus ook heel erg belangrijk is, is dat we eerst eventjes langs onze wachten gaan. Want ik wil sowieso wel eventjes een beter schild alvast hebben. Want een houten schild, het is wel heel erg handig. Maar we gaan naar een vurige plek toe. Dus, nou, zoals je ziet, Kekkeriko Village is geblokkeerd. Dus, of, Kekkeriko Village. Deze pad hier naar Dead Mountain is geblokkeerd. En dan komt door deze guard hier. The road is closed beyond this point. Can't you read the sign over there? Huh? Oh, I see. You're just a kid and you can't read yet. Hey, eikel. Ik wil niet heel erg vervelend doen, maar hier, ik kan niet lezen. Oh, this is surely Princess Zelda handwriting. Well, let's see. Okay, let's see. This is Zapri. He is under my orders to save Hyrule. What kind of funny game has our princess come up with now? Okay, all right. You can go now. Just be careful, Mr. Hero. Oh, Mr. Hero, he's called Zapian. By the way, Mr. Hero, if you're going to climb that mountain, you should equip a proper shield. It's an active volcano, after all. If you go back to Hyrule Castle Town Market, you should check out the bazaar. They sell the shields you'll need there. Tell them I sent you and they should give you a special discount. Yeah, let's just do that. If you think you're good enough to go already, don't worry about it.
Now, I'd like to ask a favor of you. Now, I don't expect you to do it just because of the great tip I just gave you. I'm just asking. Have you been to the Happy Mask shop that just opened in Hyrule Castle Town Market? Everyone is talking about it. Ja, daar zijn we inderdaad geweest, alleen die gozer was niet thuis. My little boy passes me for a popular mask, but I don't have time to go there. So, could you go and get a mask for me next time you are in the market? If you don't feel like it, that's okay, but... Well, I have no choice. This is my job. Oké, dus nou kunnen we eigenlijk naar Dead Mountain toe gaan, maar hij zegt dus dat we een shield kunnen kopen bij Hyrule Castle. Dit konden we al eerder doen, maar omdat we dus zeg maar nou heel veel rupees gaan besparen, is dit eigenlijk zeg maar de betere weg om dit te gaan doen. Nou, dus dan gaan we heel eventjes terug, want nou moeten we hier eigenlijk wachten totdat het 's avonds is. Maar kan ik heel eventjes de andere dingetjes laten zien die dus nou te doen zijn. Ik zei al, we gaan nou best wel veel sidequests in. En dit wordt echt gewoon beloond op het moment dat je dat op dit punt van het spel doet. Ik bedoel, je hebt maar 4 hartjes. Natuurlijk, heel erg belangrijk. Ja, hallo. Zelfde player, weinig geld. Kun je die alsjeblieft eventjes op... Nee, het is op zich goed te doen. Maak je absoluut geen zorgen. Als ik zeg dat dit veilig is, dan is het veilig. En dan hoef je dus daar geen zorgen over te maken. Wanneer ik zeg dat het gevaarlijk kan worden... Dan waarschuw ik jullie ook wel eventjes. Maar goed... Wat dus nu de bedoeling is, is we willen dus heel eventjes terug naar Hyrule Castle Town. Dus naar Caesar. ik had eigenlijk een Twitch bericht gekregen, of een Twitch bericht van mij nou. Een Twitter bericht van Ninwezen en die zei dus van, ik denk dat dat hier door komt. En die liet toen zeg maar zo'n voedselkuipje foto zien van de Caesar hondenvoer. En daar staat inderdaad zo'n soort hond op. Die we dus zeg maar heel pixelig zagen. Misschien dat ik zo op zeven. Zou best kunnen, ik weet het niet. Dus, maar goed, het maakt niet uit. Nou, hier zijn we dus bij de market. En hier hebben we dus zeg maar de bazaar. En deze vent, ik vind hem hilarisch. Ik vind deze vent echt gewoon helemaal hilarisch. Ik zo, welcome. Got some rare things on sale, stranger. Oké. Okay. Nou, hij verkoopt dus zeg maar ook weer de basics, pijlen die we nog niks kunnen gebruiken, bommen die we nog niet kunnen gebruiken. Maar dus het allerbelangrijkste is de Hylian Shield, en die willen we zeker hebben. Dus die willen we zeker kopen. Nou, er staat 80 rubies, maar omdat we dus bij de guard zijn geweest... You heard about us from the guard at Dead Mountain Games? Well, I have to give you a good deal then. Nou verkoopt hij hem in plaats van 80 voor maar 40 rubies. Zoals je ziet, we hebben 86 rupees, dus we zouden nou nog maar 6 rupees overhouden. Maar op het moment dat we dit hebben gedaan... Ik dacht dat je 40 rupees korting kreeg. We krijgen maar 10 rupees korting! Wat een oplichterij! Ik bedoel, ik dacht dat het 40 was. Hoe kom ik... dat maakt niet uit, ik maak nou zoveel fout. Ik weet niet waarom, ik doe normaal gesproken dit niet, maar ik dacht dat je 40 korting zou krijgen, maar blijkbaar niet. Oké, nou, nou gaan we dus naar de Happy Mask Salesman. You have met with a terrible fate, haven't you? Herkennen we hem nog? Hey! Oh, welcome to the Happy Mask Shop. We deal a mask that brings happiness to everyone. Oké, hoe het werkt... How would you like to be a happy salesman? I'll lend you a mask, you sell the mask and bring the money back here. If you want to read the fine print, take a look at the sign right over there. Otherwise, you will have meet with a terrible fate. Okay, after you sold all the mask, you will become happy yourself. If you're happy, you know, it sells a mask. If you have faith, you can do it. Dus wat deze kan doen is dus zeg maar heel veel maskers. Ja, we beginnen met de Keaton mask. Dat is waar dat guide zeg maar over praten. Dus ja, die guide, die gasten in Kakariko Village. Dus nu hebben we de Keaton mask en die kunnen we dus zeg maar verkopen aan die wachter die dus zeg maar daar staat. Waar ook weer het een en ander grappige te, eigenlijk te vinden is. Nou, dat laat ik zeker zien. Dus we gaan weer heel eventjes terug. Over Hyrule Field. Ik zat eraan te denken om elke keer als we dus van stad naar stad te lopen, om dat eruit te knippen. Maar aangezien dat het best wel ja, in de tegenwoordige tijd een redelijk spel... Het is best wel een groot spel, maar ik vind het eigenlijk best wel jammer als ik er alles uit zou moeten gaan knippen. En net zoals wat ik bij de Wind Waker heb gedaan. Hier heb je Hyrule Field en er kan altijd van alles gebeuren. En echt zulke grote lange wandelingen zijn dit niet. Dus mocht het echt extreem worden, dan zou ik wel een fast woordje erin gooien van... Of gewoon een knipje tot we er in één keer zijn. Maar dit is zo'n klein stukje, daar ga ik niet knippen. Dat is nergens voor nodig. Weet je wat nou, het allerergste is, er zit een boer in de weg en ik vind het onbeschoft om dat er nou hierin te gaan gooien. Dus... Hij is daar weer.
Oké, nou. Terug bij Kakariko Village. Hé, daar zijn we eindelijk. Ik vind die muziek vind ik zo ontspannend. Ik weet niet waarom. Ik vind dat zo'n ontspannen. Ik kan Kakariko muziek echt, als ik soms wel bijvoorbeeld bezig ben met een script schrijven of met ideeën verzamelen of gewoon even ontspannen, even rustig op de bank zit. Een boek te lezen of zo. Kun jij lezen? Dan heb ik echt zoiets van, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon heel even rustig. Gewoon even lekker. En dan heb ik altijd dit soort muziek aan staan. Ik vind het echt gewoon geweldig. Daar kom ik helemaal van bij te rust. Maar goed, hier hebben we dus de guard. Wat je wil doen is, je wil de masker wil je dus dragen terwijl dat je met hem praat. Do you think you're in disguise, Mr. Hero? Oh, is that a key something character mask? I heard he's very popular recently. He's my favorite, that key something mask, if you don't mind. Will you sell it to me? Nou, hier komt het dus het grappige. Natuurlijk wil je het aan hem verkopen, maar als je dus zegt, no way, dan gebeurt er dit. I won't give up. I have plenty of patience. I have to for this job. Hij sluit dan gewoon het hek weer, waardoor dat je dus niet meer naar de mountain kan. Dus, maar als ik dan het masker afdoe en ik praat gewoon met hem. I wish I could go to the mask shop in town. Hij laat het hek ook gewoon dicht zitten, dus je mag er dan gewoon niet doorheen. Dat wou ik eigenlijk laten zien, dat vond ik eigenlijk best wel grappig. Hey, you son of a... Ja, oké. Okay. My boy will be very happy with this. You really are Mr. Hero. En hij opent het hek weer natuurlijk. Zo flauw is hij niet. Gelukkig maar. Anders zou ik hem met mijn zwaard moeten steken. En ja, dat wordt weer niet op prijs gesteld. Dus. You sold a 10 ruby mask for 15 rubies. You earned a little profit from that. Let's go to the mask shop and pay back the mask price of 10 rubies. Nog absoluut niet. Het allerleukste is, je kunt dus zeg maar je rubies spenderen en dan naar de mask komen van, sorry, maar ik heb het geld per ongeluk uitgegeven. En dan accepteert hij het mask niet terug, dan is het van, jij gaat maar wat rubies verzamelen. Maar goed, wat ik nou heel eventjes ga doen, dit wordt een hele kleine knip, want we, zoals ik al zei, we moeten nu even wachten totdat het avond is. Dus ik wacht heel eventjes totdat het avond is. Ik zie jullie in een seconde. Oké, nou dankjewel voor eventjes het wachten op het knipje. Oké, als het hier dus avond is, ik weet het, we zitten op 17 minuten, maar ik wil dit toch nog heel eventjes doen. Want hier kunnen we dus zeg maar nou nog een heleboel Skulltula's vinden. Dus gaan we heel eventjes hier op Skulltula-jacht. Wat je wil doen is, je wil sowieso hem eventjes raken. Dan krijgen we hier de eerste Skulltula. Hier kunnen we iets van, ik geloof vier of vijf Skulltula's te pakken krijgen. We hebben er nou al eentje. En er zit er ook eentje hier op de ladder. Die zit om precies te zijn daar. Dus even goed mikken. Oké, die hebben we ook. Blum. Nou, voordat je dus zeg maar denkt van die Skulltula die wij dus zeg maar bij London Ranch hebben gezien. Die kunnen wij dus niet pakken omdat je moet die tokens ook kunnen verzamelen. En als ze dus zeg maar heel erg hoog zitten en je maakt ze kapot met de slingshot kun je ze niet oppakken. Dus ja, dan heeft het geen nut om die kapot te maken. Dan vraag ik me eigenlijk af. Er was een trucje om al bij die gast zeg maar op het dak te komen. En dat is door een backflip te doen. Maar volgens mij... Heb ik het gehaald? Nee. Dat doet ook elke keer schade. Dus ik ben er niet echt een pro in. Mijn excuses jongens. Ik kan het wel proberen. Maar ik ben daar niet echt heel erg goed in. Nou, er is dus nog een Skulltula die we dus zeg maar hier nou te pakken kunnen krijgen. We hebben er nou twee. Het waren er hier vier. Oké. Nou, wat we dan moeten doen, dus we moeten dan hier opklimmen. En dan horen we hem hier ook kruipen. Dat stinkbeest. Nou, ik raad aan om dit gewoon met je slingshot te doen. Aangezien dat als je hier op klimt, dat je automatisch geraakt wordt door dat beest. Dus, en dat wil je gewoon niet. Dus, hoppakee, hier hebben we weer een golden skulltula laten verslagen. Nou zit er nog eentje en die zit hier zeg maar aan de zijkant van dit huis. En wat ook heel erg grappig is en ironisch, is dat dit zeg maar het huis is voor die golden skulltula's. Dus als wij hier nou zeg maar naar binnen toe gaan, dan ga ik jullie vertellen waarom dat we dus niet voor 100 toe gaan, maar voor maar 50. En tot dat niet echt effect heeft op de 100% run die we doen. Dit is de House of Skulltula's en hier hebben wij dus zeg maar de grote Skulltula muts. En die roept dan van, wie loopt jij dus because of the spider's curse? But
Since you've destroyed 11 spiders, we blah 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 blah. Ja, door die spiders zeg maar te killen, breek je de vloek zeg maar. En heb je dus zeg maar allemaal hier haar, of zijn, haar, ik weet niet, kinderen. En die zijn dus ook allemaal door die curse geraakt. Maar als je dus zeg maar Skulltula's beslaat, bij elke 10 die je beslaat, is er dus zeg maar eentje bevrijd van de curse. In dit geval deze gast. The curse has been broken. Thank you so much. Here is a reward for you. En deze die is heel erg handig, want daardoor kunnen we 200 rupees eraan dragen. Dus dat is zeker fijn. Nou, om eventjes de rewards allemaal op te noemen. Als je de 20 hebt, krijg je de Stone of Agony. Die zorgt ervoor dat je, dat je een trailfunctie hebt op het moment dat je dus zeg maar Near Secrets komt. 30 geeft een nog grotere wallet. Die geeft 500 rupees dat je dan maximaal kan dragen. 40 Skulltula's die zorgt ervoor dat je bombetjes krijgt. Dat is een rijdende bom. En 50 zorgt voor een piece of heart. Nou, heb je de 100 verslagen, dan zal deze gast dus zeg maar beter worden. En dan denk je dus dat je een gigantisch goede reward zou gaan krijgen. Jammer genoeg niet. 100 Skulltula's die zijn over heel Hyrule te vinden. Zowel in dungeons als buiten dungeons. Geheime grotten, bomen, soft soil, overal. En heb je ze alle 100 gevonden. Wat het doet is elke keer als je naar binnen toe loopt en met deze gast dan praat, krijg je 200 rupees. Dus dat is eigenlijk een beetje oneindige rupees. Aangezien dat er een plek is waar je nog veel makkelijker rupees kan krijgen door gewoon elke keer een Skullkit te verslaan, krijg je ook 200 rupees van. Kan er niks aan doen. Maar dat is eigenlijk makkelijker als 100 rupees of 100 golden Skulltula's te gaan zoeken en alles. Dus vandaar dat je dat niet wil doen. Nou is er één ding wat ik dus zeker ook wil doen, maar dat wil ik dus bewaren voor de volgende aflevering. Dus, heb je een leukste momentje of vraag over deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Heb je een opmerking of iets, dan kun je daar natuurlijk ook kwijt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien, want dan gaan wij richting de graveyard, waar dus ook weer een heleboel secrets zijn. En waar we een heel handig nummertje gaan leren. Dus ik hoop jullie allemaal te zien. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!